Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag zondag. Het is moederdag. Ik wens jullie dus al een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Hoeveel leven we en hoe laat leven we? Dat ga ik even op mijn loodje bekijken. Even wachten, even een moment. Nou, het is dus de 12e moederdag, zoals ik al zei, moederdag. En het is 12:31. En de dieren, ja, die hebben honger, die willen eten. Ik wil zelf eten. Ik moest naar voren, want er wou er eentje achter me langs. Dat was Frodo. Maar we hebben dus ook visite, zoals ik gisteren al zei. Onze Jan is er. Hallo Jan. Hallo Corina en de beestenbol. Hier ben ik dan weer op moederdag. Ik heb een klein cadeautje voor haar meegenomen. Ja, die zal ik even laten zien. Zo. Ja, het staat op de kop, maar dat doet er allemaal niet toe. Het is die behoort daarin. Oh, gaan we het anders doen. Die behoort zo. Die behoort zo. En die behoort ook zo. Ja. Nou, dat heb ik dus van hem gekregen. En? Lekkere geurtjes, koffie erbij, bij de koffie. Zo, en zo. De koeken. Dus dat gaat ook al erin. Ja. Nou, dan kunnen we dit doosdekseltje weer opdoen, want dat is dus de deksel. Ja. Voilà. Nee. Zo behoort het. Ja. Zet het dier van daar neer. Ja. En hoe was de reis? Ja, goed. Eén keer de bus en vanaf Lelystad koop in één keer doorreizen naar Amsterdam Centraal, omdat de werkzaamheden zijn rond Schiphol. Dus dat doen we dan met de trein van Amsterdam Centraal naar Schagen. En dan moest ik ook weer met een bus vanaf Schagen rechtstreeks naar Den Helder. Goed zo, toppie. Dus. Ja, hij was dus hier ook wel weer eerder dan het zou. Ja. Ja, het was geen afgesproken tijd. Dus ja, ik was nog druk boven bezig, gedoenerig, etc. Maar ja, dan kan de pret niet drukken. Nee, dat weet je nou eenmaal. En ik hoorde de bel wel, want ik was al beneden geweest. En ja, dus de kamer die stond open. En Frode, die zorg ik altijd wel dat die bij me is, dat ik die in de gaten kan houden. Dus die was ook boven. Maar die hoorde de bel ook, dus die vloog ook als een idioot naar beneden. Zodanig dat hij er vanaf viel van de laatste de drie treden. Maar ja, dat heeft hij aan zichzelf te danken. Moet hij me niet zo idioot doen. Nu ga ik een bakje koffie maken en een broodje maken en eten voor de dieren. En ik zou zeggen tot straks maar weer. Doei doei, geniet van moederdag. Wat is het te zeuren? Hé, hey, wat is het te zeuren? Eeuwin. Nou, mondje dicht. Nou, stil. Hé, hey, nou helemaal dood stil. Wat een dikkie. Niet een miauw? Miauw. Zeg er eentje anders. Ja, ik zeg miauw. 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 Hier ook, ze doen je na. Hé? Poesebeestjes. Voor de diggie. Ja. Ja. Nou, zoals jullie zien is Jan hier ook nog steeds van de partij. Ja, we hebben het gezellig en we hebben net even naar video's gekeken op YouTube. We maken er ook een feestje van. Ja, we maken er een feestje van. Hé, Ewing? Ja. Waar Frodo is, weet ik niet. Oh, die ligt te slapen onder mijn bureau. Daar ligt meneertje, Jodokus. Ja, die ligt lekker te koesemoezen. Ja, en wij gaan aan de koffie. Ja, ook dat is altijd lekker koffie. Gaan we eventjes inschenken. Zo. En Ewen die zegt iedere keer, mauw, mauw. Hé? Ja, die vraagt om aandacht of zoiets dergelijks. Ja. Hé, meisje? Maar dat maakt niet uit. Ze krijgt genoeg aandacht. Of niet dan, Jan? Ja, zeker. Ik krijg ook wel aandacht. Ja hoor. Ja. Ze krijgt aandacht, zat. Hé? Aandacht genoeg. Ja. Even aaien. Ja hoor, het komt allemaal dus, goed. Ja. Mrauw. Mrauw. Die zegt, mrauw, waar ben je?
Hè? Maar oké, lieve vrienden, wij gaan hier verder genieten van onze middag, onze moederdag. Ja, de kinderen, ik heb nog niks gehoord van Karin ook, ik weet niet hoor. Nee, ik weet het niet. Die vergeet het, zei ik toch? Ja, zei ik. Die idee staat er niet bij stil. Nee, het andere dingen aan de hoofdje. Echt wel. Maar het maakt niet uit. Nee hoor. Ik weet wel wat er in dat kopje bij de rom gaat, dus ik vind het niet erg. Maar in ieder geval, geniet er verder van. En tot later! Ja, lieve vrienden, het is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dat, ja, onze Jan, die gaat aan de haal. Ja, die gaat weer terug naar Emmeloord. Ik zal hem al te zwaaien. Ja, nou, jasje dicht. Petje op. Tasjes meenemen. Tasjes meenemen, inderdaad, niet vergeten. Petje op. Is dat die... Nee, dat is niet die pet die je van Jack hebt gehad, of wel? Nee. En je had er een aantal gekregen, geloof ik. Eentje met die lange slap in de nek, vanwege het zweet. Ja, die ken ik al, die tas. Dan heb ik het weggedaan. Een JP. Even mijn stok pakken. Dan zullen we hem uitgeleden doen. Nou, ik heb nog een pakje zin. 1848, ik heb nog ruim een centje. Ik heb nog tijd. Hij heeft nog tijd, short. Waarom ga je dan al weg? Ja, vast. Wat kan je nog wel even? Hij doet het weer af. Als ik hem half 7 de deur heb, krijg ik nog voorstand. Oh, als je hem half 7. Oh, nou ja, dan doen we het om half 7. Ja, ja toch? Ja, 48 gaat hij vast. 48 hoor ik net. 48, nou ja. 48, kijk, ik heb 20 al gescand. Ik ben alvast aangewezen. Ja, wel vast aangewezen. Ik ga nog niet weg. Over 10 minuten vertrek ik hier. Nou ja, dan weten we dat ook weer. Ja. En dan pak ik de camera dan weer even. Ja. Ik zou zeggen, tot strakjes. Ja. Nou, er wordt gezegd, ik moet gaan, dus we gaan. Ja. Ja. Gaan. Hij gaan. Moet gaan. Ja. Nou, de kus. Ik doe het lekker niet met mijn koortsverslag. Dat is ook goed. Ik weet dat het goed gemeend is. Daarom. Het was een fijne middag. Gezellig. En dan heb Mary nog ontmoet, want die kwam ook nog. Ja. Dus was gezellig. Dus, was gezellig. Zo, mooi zo. Ja. Zo. Doe ik even. Ja, doe. Ja, kom ook. Ja, zeker. Ja. Kom dan. Ja. Nou, ik loop even mee naar buiten. Even deurtje dicht. Ja. Alles. Ja. Nou, lieverd. Groetjes en kusjes. Ik zou straks, als ik thuis ben, zeg ik even bellen na 10 uur. Ja, is goed. Op mijn gewone telefoon. Ja, is goed. Helemaal goud. Dus. Helemaal goud. Ja. Nou. Nou, dat ik even twee ben. Zal ik even groetjes bij je overbrengen. Is ook helemaal goud. En een Siebold, de winkelier. Ja. Je mag geen naam noemen natuurlijk, denk ik niet. We krijgen er toch geen geld voor, dus waarom... Ja. Gewoon bij koop. Ja, bij de winkel koop. Hier koop. Koop en aangezien dat ik de baas zelf kan. Ja. Uit Sneeds, oftewel Sneek. Ja. Komt er een motor aan. Wow. Ik ga gauw. Ja, koop. Nou. Nou, daar gaat hij. Ja, hi. Doei, doei. En dat was dus Jan weer. En gelijk is mijn bril weer donker. Maar het maakt allemaal niet uit. Wel, nee. Nou, ik zou zeggen, we gaan weer lekker naar binnen. Want het is niet bepaald warm. En ja.
Dan wordt het straks ook een hapje eten. Weet ik al niet wat. Ik heb nog een klikje andijvie over, een heel klein klikje. Maar, ach, ik zie wel. Ik heb ook nog niet zoveel zin. Ik heb net nog een gevulde koek op samen met Mary en Jan. Kom maar, kan af. Zo, nou, binnen is binnen. En het wordt voor de camera zelfs al donker, geloof ik. Valt mee. Gaan we hier zitten? Nee, Frodo, niet springen. Nee, niet springen. Nou, je bent lief. Ga maar drinkje doen. Zo, lieve vrienden. Nou, het wordt wazig. Kan ik ook niks aan doen? Nee, kan ik niks aan doen? Ik was verstoord. Maar oké, ik zou zeggen een hele fijne avond. Geniet nog met elkaar en van elkaar. Een fijne, liefdevolle moederdag, avond. Hoe zeg je dat? Moederavond? Ja, weet ik veel. Maar in ieder geval geniet. En ik zou zeggen, voor later welterusten. Lekker slapen met de mooiste dromen die je wensen kan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Dat ik zou zeggen, tot dan.